Beste mensen, goedemiddag allemaal. Het is weer bijna vakantie. En ik hoop, en ik denk dat jullie dat ook doen, dat het dit jaar een wat leukere vakantie wordt nog dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we midden in de corona, weet u nog. En wij hopen dat dit jaar beter gaat. Het ziet er nou uit van wel, maar soms heb je ook wel wat verontrustende berichten. Dat over codes rood en codes oranje. We weten het niet precies. Maar ik moet zeggen, ik dacht voor mijn eigen vakantie, ik blijf mooi in Nederland. Ben ik daar vanaf, loop ik geen risico's. Dus ik ga lekker naar de Veluwe, een beetje lekker wandelen, fietsen, een beetje uitslapen, lezen. Lijkt mij heerlijk, daar zie ik echt naar uit. En ik hoop dat jullie ook een hele fijne en gezellige vakantie krijgen. En dat het mooi weer wordt natuurlijk, dat we lekker naar buiten kunnen, zwemmen, fietsen, lopen, wandelen. Allemaal leuke activiteiten. En mocht het nou zo zijn dat je denkt, goh, ik heb eigenlijk niks te doen, ik verveel me een beetje. Weet dan dat we een fantastisch mooi vakantieboek hebben. De mensen van Leerplein hebben dat weer gemaakt dit jaar. Met allerlei activiteiten erin, dingen die je alleen kunt doen, dingen die je samen met anderen kunt doen. Hartstikke mooi boek. Ik zou zeggen, vragen te begeleiden of kijk eens op de Oro website. Daar staat hij. En geniet er eens van. Hartstikke leuk. En als die vakantie voorbij is, hebben we gelijk weer een leuke verrassing. Want op zondag 5 september vindt er echt weer zo'n mega evenement plaats. En dat heet Zomerfun hier op het Rijtven. Ook een en al plezier, leuke activiteiten, gezellige dingen doen met elkaar. En binnenkort horen jullie er meer van, krijg je daar een uitnodiging van. En hoor je ook beter van wat er dan allemaal georganiseerd wordt en te wachten staat. En voordat jullie een fijne vakantie wens, zou ik willen afsluiten dat we eind september ongeveer, denken we, ook nog iets heel bijzonders bij Euro krijgen. En dat is de ABC Date. Een echte datingsite voor vrienden en vriendinnen via de computer, via je laptop of via whatever. En dat wil ik jullie zeggen, dat er aankomt. Daar worden jullie over geïnformeerd, over hoe dat werkt, daar word je bij begeleid. En ik denk dat dat straks een heel mooi iets is om eens te kijken hoe het met je vrienden en vriendinnen staat. En om je vriendenkring eens wat uit te breiden. Voor nu wil ik het hier belaten. Ik wil jullie allemaal, proost erop, hele fijne en gezellige zomervakantie toewensen. Dankjewel allemaal.